Hallo en welkom bij deel 2. Ja, deel 2 over de instellingen van Dentamine, de verstrekkers. Het vorige filmpje zijn we gegaan tot aan de getuigschriftinstellingen. En vandaag gaan wij alle verstrekkergegevens afwerken. Dus we gaan beginnen in het stukje voorkeuren. Wat vindt u hierin nu? Het eerste kadertje die u vindt, dat is dit kader. Dat zijn eigenlijk de standaard instellingen voor nieuwe patiënten. Zoals de naam het zelf al zegt, dat zijn de instellingen voor nieuwe patiënten aan te maken. Wat gebeurt er dan? Alles wat u hier aanvinkt, wordt dan ook standaard aangevinkt bij een nieuwe patiënt. Wat is dat onder andere? Hiermee kan u standaard aanvinken of er bij een patiënt aangevinkt moet worden, regeling derde betaler of niet bij het aanmaken van die patiënt. Hetzelfde ook of dat er bij een nieuwe patiënt al onmiddellijk een bepaalde tarieflijst gekoppeld moet worden aan die patiënt. Weet wel natuurlijk, zoals we in het vorige filmpje gezien hebben, als u in het tabblaadje getuigschrift hier een bij altijd afrekenen aan tarief een bijvoorbeeld een prijslijst 2 hebt aangeduid, dan maakt het eigenlijk niet uit wat u hier gaat intypen. Uw instelling, die noemt altijd afrekenen aan tarief, deze gaat altijd overschrijven. Dus let daar gewoon bij op. Als u hier iets aanduidt en u zegt, tja, dat verandert niet bij mijn patiënt, hoe komt dat nu? Dat komt daardoor dus. Hetzelfde ook voor het tarief ortho. Het kadertje daaronder kan u zeggen van, ah ja, ik wil automatisch een recallperiode aanduiden voor die nieuwe patiënt. Als u dat niet aanduidt, dan wil dat zeggen dat u dat manueel patiënt per nieuwe patiënt gaat aanduiden. U kan dan ook altijd het recallvoorkeurtype instellen. Als er geen voorkeurtype is, kan u gewoon geen indienen. Brief, dan wil dat zeggen dat u liefst de recall brieven stuurt, dus via de post. E-mail wil zeggen ja, de recall via e-mail versturen. En sms is een recall via sms. Waarover gaat dan nu die recall? Dat gaat over de jaarlijkse rappel eigenlijk aan uw patiënt, waarin dat u zegt van, ah ja, het is al bijvoorbeeld een half jaar geleden dat ik mijn patiënt gezien heb. Het is tijd om die eventjes een herinnering te sturen van, ah, vergeet niet van nog een afspraak te maken. Dat is eigenlijk die recall. Dit heeft niks te maken met de herinnering aan een afspraak de dag op voorhand of zo. Dat heeft daar niks mee te maken. Dit gaat effectief over de jaarlijkse recall. En dan hieronder kan u de recallperiode instellen. Standaard zetten wij dat altijd op 26 weken, dat is een half jaar. Voor uzelf kan u dat kiezen. Wilt u dat meer, wilt u dat minder? Dat maakt eigenlijk allemaal niet uit. Dat is uw keuze. Het enige waar u bij moet opletten is, als u zegt van ik doe maar een jaarlijkse recall, dus één keer per jaar, één keer per 52 weken eigenlijk, dan is het best van deze periode niet op 52 weken te zetten. Omdat dat wil zeggen dat pas 52 weken na de laatste recallbehandeling, dus dat is al meer dan een jaar na de laatste behandeling, dan pas gaat uw patiënt verschijnen in de recalllijst om een mailtje te versturen. Dus als u zegt van ik werk met een jaarlijkse recall, zou ik u toch aanraden van dat bijvoorbeeld te zetten op 44 weken bijvoorbeeld. Dan heeft uw patiënt 8 weken de tijd, zijnde ongeveer 2 maanden, om een afspraak te boeken bij u. Natuurlijk, afhankelijk van een beetje de drukte bij u in het kabinet, kan je dat eventueel lager of hoger zetten. Als u zegt van 2 maanden is niet genoeg bij ons om een afspraak te boeken. Als u zegt van bij ons hebben ze 3 maanden nodig, ah ja, dan gaat het moeten verminderen natuurlijk, hè. Dan gaat het op 40 weken moeten zetten. En dan het vinkje daaronder, dat is de tweede recallperiode. Dat stelt u eigenlijk in staat om een tweede recall te doen verschijnen. Dus wat wil dat zeggen? Elke patiënt gaat altijd, als u recall aangeduid hebt, in de eerste recall verschijnen. En u kan hiermee met die tweede recall aanduiden van, ah ja, als ik mijn eerste recall verstuurd heb, bijvoorbeeld na 26 weken, hoeveel weken later wil ik dat die patiënt in mijn tweede recalllijst tevoorschijn komt, als die ondertussen nog geen afspraak geboekt heeft? Eigenlijk een soort tweede herinnering daaraan. Hier kan u ook weer die periode kiezen. Let er wel op, als dat zo ingesteld is zoals nu. Eerste recall, 26, na 26 weken komt hij in de lijst terecht. U verstuurt die een mail. Pas 26 weken later gaat hij nog eens in de tweede recall-lijst terechtkomen. Dat wil zeggen na 52 weken. Dus in het kader van het mondzorgtraject gaat die patiënt eigenlijk al over zijn periode zitten. Dus let daar een beetje op met die periode.
En dan hieronder kan u een standaard aanspreking voor een man en voor een vrouw instellen. Dat de standaard altijd de heer neemt voor een man en mevrouw voor een vrouw. U kan ook alles wat hierin staat, of als u hier bijvoorbeeld mejuffrouw of zoiets inzetten, u kan dit ook allemaal opslaan zodat het in deze lijst dan terechtkomt. En dan daaronder kan u de standaardtaal instellen voor een patiënt. Nederlands, Frans, Engels, Duits en Spaans zullen er bij u waarschijnlijk niet in staan. Dat is iets dat wij manueel kunnen toevoegen aan de database. Als u daar meerdere talen aan zou willen toevoegen, gewoon even een belletje geven naar bij ons met de support. En wij maken dat wel in orde voor u. En de opties daaronder, met die alternerende kleuren per datum, die zorgt ervoor dat u in het overzicht van de behandeling alle behandelingen die op verschillende data gebeurd zijn, dat afwisselt van kleur. Het standaard is allemaal in het wit dat dat staat, maar stel dat u vindt van, oh, dat is niet zo overzichtelijk voor u, dan kan u hier zeggen van, in plaats van gebruik standaardkleuren, ik ga nu eventjes een extreem voorbeeld geven, hè. Zeggen van, ah, we gaan eventjes hier felgroen en paars nemen bijvoorbeeld, gewoon omdat het zou opvallen. Als dit nu aangeduid is, en ik doe nu opslaan en sluiten. Ik ga nu eens een patiënt open doen die veel behandelingen heeft. Ziet u nu hier die kleuren die ik ingesteld heb, mooi afwisselend van, ah ja, alle behandelingen die op dezelfde datum gebeurd zijn, zijn in dezelfde kleur. Maar dus de behandelingen die op een andere datum zijn, of die op een ander getuigschriftje staan, zo wisselt dat zich elkaar af. Dus het is duidelijk voor u om te weten van, ah ja, dat gaat over twee verschillende data, twee verschillende behandelingen, twee verschillende getuigschriftjes. Als dat niet zo is, dan staat dat gewoon bij voorkeuren. Dan staat dat gewoon zo, zoals ziet, wit en een beetje een donkerder kleur. Maar dat is voor uzelf, voor misschien als u wat problemen hebt, kleurenblindheid of zo, dan kan dat wel helpen. Maar u ziet dus, daarmee kan u dat dus aanpassen, eventueel als u dat wil. En dan hier aan de rechterkant, daar hebt u de mogelijkheid om te kiezen als u, als Pierre Molaire, zoals we hierboven verbonden zijn, als u Dentamine opstart, in wat dat u wilt dat Dentamine opstart. Wilt u dat dat onmiddellijk in het overzicht van de patiënten is, of in de agenda, of direct in het recall-scherm, kan ook direct naar het financiële gaan, of in het to-do-scherm. Over dat to-do-scherm heb je ook nog iets speciaals? Je kan ook dit vinkje aanduiden en dat wil zeggen, oké, ik ga opstarten in mijn patiëntenoverzicht, tenzij, als er iets ingevuld is in de to-do, dan ga ik eerst mijn to-do openen. En dan komt het direct in het to-do-schermpje terecht van Dentamine. En dan die optie daaronder toont u, ah, als ik mijn patiëntenfiche ga openen, dus als ik dubbelklik op mijn patiëntenfiche, waar kom ik dan in terecht? Wil ik terechtkomen in de behandeling overzicht, dus dat wil zeggen in de historiek van alle behandelingen die u gedaan hebt bij die patiënt? Of wilt u toekomen onmiddellijk in het ingavescherm om onmiddellijk een nieuwe behandeling in te geven? Of hebt u zoiets van, ik ben een orthodontist, ik wil gewoon dat dat onmiddellijk in de orthofiche open gaat, dan kun je dat hier aanduiden. Als u eerder zoiets hebt van, nee, ik heb liever dat dat open gaat, mijn patiëntfiche direct in mijn planningscherm, dan kan u hier aanduiden voor grafische planning aan te duiden. En het laatste wordt, als u parodontoloog bent en u wilt dat het direct in de parofiche open gaat, dan kan u aanduiden parofiche. Beetje hetzelfde zoals je hier ook hebt, hierboven bij Dentamine opstarten in, als de to-do ingevuld is, kan je hier ook aanduiden om te zeggen van, ah nee, opstarten alleen maar in mijn planning, als er bijvoorbeeld nog dingen in de planning staan die nog moeten uitgevoerd worden. Kan je daar doen. En hier kan u uw verstrekkerkleur kiezen. Waarom is dat belangrijk? Daarmee wordt eerst en vooral de achtergrond van uw naam in dat kleur gezet, wat een beetje een detail is natuurlijk. Maar ook, als u in de agenda beschikbaarheid hebt ingevoerd, dan gaat die beschikbaarheid in de agenda het achtergrondkleur hebben van uw kleur dat u hier gekozen hebt. Stel bijvoorbeeld dat u hier geen kleur gekozen hebt, dan gaat u niet zien wanneer dat u beschikbaar bent in de agenda. Dus dat is wel een belangrijke. De kleuren die hier mogelijk zijn, als je op dat pijltje klikt, kan je de standaard zo pastelkleurenachtig vinden, maar je kan altijd op die drie puntjes klikken om meerdere kleuren nog te hebben.
En als dit zelf ook nog niet genoeg zou zijn, kan je hier op die knop drukken aangepaste kleuren definiëren. En dan kan je hier effectief in het volledige schema van kleuren een kleurtje aanduiden. En dan daaronder heb je de mogelijkheid om aan te vinken in het algemeen voor u als standaard of u wilt een mailtje sturen naar de patiënt ter herinnering aan de afspraak als u een afspraak in de agenda maakt of die verplaatst. Als u iets heeft van nee, ik als standaard, ik ga nooit een mail sturen naar mijn patiënten als ze een afspraak maken of als ik die afspraak verander, dan kan je dit gewoon afvinken en dan gaat de Dentamine u nooit meer vragen om een e-mailtje te sturen bij het maken van een afspraak. En dan het knopje daaronder, de tijdsduur voor de hint in seconden. Dat wil zeggen, als u uw muis ergens op laat staan, hoe lang dat dit kadertje gaat blijven staan. De standaard is het altijd 5 seconden dat dat gaat blijven staan. En dan verdwijnt dat. U kan dat lager zetten of hoger, naarmate u zelf wilt. Dan gaan we nu over naar het volgende tabblaadje. Dat is het tabblaadje Paro-instellingen. Heel veel is er niet in te stellen. Dit is belangrijk voor u als u veel parostatussen ingeeft of zo. Hiermee kan u de volgorde van de kwadranten en bucaal of palataal invullen. Dat zorgt er eigenlijk voor dat als u bijvoorbeeld de bloeding ingeeft of zo, in welke volgorde dat die langs de tanden gaat gaan, langs het tandvlees gaat gaan eigenlijk. En hiermee kan u gewoon zeggen van bijvoorbeeld, ah ja, ik begin liever altijd in de omgekeerde richting, kan u bepaalde kwadranten bucaal en palataal naar boven of naar beneden instellen. Zoals u ook ziet, als u dit instelt, dat wordt wel pas toegepast na het sluiten van patiëntfiches. Dus u moet hiervoor, als u dit nu aanpast terwijl nog een patiëntfiche open staat, dan gaat u die patiëntfiche moeten sluiten en opnieuw openen. Dat wel natuurlijk. Het volgende stukje, dat zijn dan de nomenclatuurinstellingen. Die zijn wel heel belangrijk, weer al, ja, het zijn veel belangrijke instellingen natuurlijk. Maar dit is voor het leven u wat makkelijker en wat sneller te maken in Dentamine. Wat is dat onder andere als eerstes? Dat Dentamine automatisch een kleeftechniek zal toevoegen als u een vulling doet waarbij u composiet glazionomeer of compameer gebruikt. Dat zorgt ervoor dat u dat zelf niet meer moet aanduiden om nog eens kleeftechniek aan te klikken. Hetzelfde kan u ook bij een kofferdam doen. Kan u zeggen van, ah ja, voeg automatisch een kofferdam toe telkens wanneer ik een vulling attesteer. Of vink al automatisch als u een indo ingeeft het vinkje kofferdam aan als ik die ingeef. Hetzelfde bij een stompopbouw of bij een stiftopbouw. Dat is ook weer allemaal een beetje timesavers in Dentamine, noem ik dat dan. En dan daaronder kan je ook automatisch de pseudocodes laten toevoegen bij prestaties waar het toegelaten is. Dat is in het kader van de coronanomenclatuur, dat u kan een paar pseudocodes toevoegen bij bijvoorbeeld een 1- of een 3-vlaksvulling, of bij een extractie, bij een prothesewerk of bij radiografieën. Let wel, die pseudocodes zijn niet terugbetaalbaar door de mutualiteit, dus die vallen volledig ten laste van de patiënt. Die instelling daaronder, automatisch supplement toevoegen bij een endo na DT-score B, dat gaat vooral belangrijk zijn als u een endodontoloog bent die binnen nomenclatuur werkt. Dit zorgt ervoor dat u, als u een DT-score bepaalt bij een patiënt, dat Dentamine, als u een endo ingeeft, u altijd gaat vragen van, wilt u een supplement bijrekenen bij deze endo, waardoor u eigenlijk bijna het dubbele kan vragen binnen nomenclatuur weliswaar. Dus hiermee kiest u van, wilt u dat Dentamine dat automatisch altijd toevoegt, toch vraagt om toe te voegen of nooit toe te voegen. Dat is wat u zelf wilt. Daaronder dan ook weer kan u standaardwaarden aanduiden voor het attesteren van een vulling als u een stompopbouw of een stiftopbouw doet. Kan u zeggen, ah, ik doe een stompopbouw, dat gaat bij mij altijd onderliggend een 3- of meervlaksvulling zijn. Identiek voor stiftopbouw. Stomatologie, dat wil zeggen als u meerdere stomatologieprestaties doet in één getuigschrift, in één sessie, dan gaat de eerste altijd aan 100% zijn en de tweede en alle volgende aan 50%. Voor te protocoleren dat Dentamine automatisch de schermen gaat openen, voor zowel bij algemene tandheelkunde als bij ortho, dat kan u hier aanduiden. Als u dat liever niet zou hebben, dan kan u dit afvinken. En dan hebt u ook nog altijd de mogelijkheid om een standaard motivatie in te geven bij een OPG bij algemene tandheelkunde. En ook een standaard motivatie voor OPG bij ortho. Wat is dit nu? In Dentamine, als u een OPG neemt, moet er altijd een motivatie zijn.
Dus dan kan u hier bijvoorbeeld intypen motivatie OPG algemene tandheelkunde wijzheidsstanden en standaard motivatie OPG ortho start orthobehandeling. Wat gaat dat dan als gevolg geven als ik dit nu ga opslaan? En ik ga hier bij weer mijnzelfde patiënt als daarnet. Ik ga nu een OPG ingeven, dus dat is bij ingavebehandeling radiografie OPG. Dan ziet u dat hier standaard al wijzheidsstanden gaat ingevuld staan. En identiek hetzelfde als ik bijvoorbeeld naar de orthofiche zou gaan van die patiënt. Nu, 38 jaar, een beetje oud om met ortho te beginnen. Maar als ik hier nu zeg radiografie OPG, dan gaat u zien dat er hier nu eens ingevuld staat start orthobehandeling. Wat kunnen we hier ook nog aanduiden of wij een goedkeuring hebben in het kabinet voor een cone beam, ja of nee? En dat is eigenlijk al het stukje in nomenclatuur. En dan gaan we naar het voorlaatste tabbladje, dat is het tabbladje weergave. Dit is eigenlijk heel simpel. Wat u hier kan kiezen is welke gegevens van een patiënt, of welke gegevens wil ik allemaal weergeven in Dentamine in een patiëntfiche aan de linkerkant van het scherm. U ziet hier op dit moment staat alles als zijnde weergeven en hier bij de patiëntfiche aan de linkerkant zie je dit ook allemaal staan eigenlijk in net dezelfde volgorde. Dan kan je kiezen om patiëntgegevens, communicatie, debetfiche, familie, agenda en afspraken, bepaalde stukken te verbergen. Waarom zou je dat nu doen bijvoorbeeld? Als u zegt, ik ben geen orthodontist, dan kan u ervoor kiezen om te zeggen van, ik wil de orthofiche verbergen. Ik doe ook nooit een paro-status, zijn echt de bloeding en de plakken zo allemaal ingeven. Dan kan u ook ervoor kiezen om de paro-fiche te verbergen. Hetzelfde als u zegt van bijvoorbeeld, planning, ik werk daar niet zoveel mee, kan je dat ook verbergen. En dat is een beetje om voor uzelf aan de linkerkant in een patiëntfiche een beetje ruimte uit te sparen. Je hebt ook de mogelijkheid om enkel alleen maar stukken weer te geven indien ze ingevuld zijn. Dat gaat dan bijvoorbeeld over het gedeelte communicatie, ortho, paro en de planning en offertes. Wat wil dat dan zeggen? Pas enkel en wanneer dat er iets in de communicatie of in de ortofiche of zo verder is ingevuld, dan pas gaat die weergegeven worden. Dat is weer uw keuze. Ik ga nu eventjes hier zeggen ortofiche, parofiche verbergen. Vanaf het moment dat ik dit ga opslaan, dan ga je zien aan de linkerkant dat ortho en paro verdwenen zijn. Als ik deze nu weer terug ga klikken op weergeven en ik klik terug op opslaan, dan gaat u zien dat ze terug tevoorschijn gekomen zijn. Dus dat kan u hiermee aanpassen, dat is een beetje uw zicht van Dentamine dat je kunt aanpassen. En dan het laatste tabblaadje bij de verstrekkergegevens is een post-it. Hier kan u voor uzelf, als zijnde tandarts Pierre Mollère op dit moment, van alles schrijven wat u wilt, een soort helpfunctie voor uzelf maken, leuk om weten, iets van dat u zeker niet mag vergeten, dat gelinkt is aan uzelf. Hier mag u schrijven wat u wilt. Ik denk dat dit is gelimiteerd, dacht ik, op 60.000 karakters, dus u kunt toch al een groot stuk schrijven daarin. En dat zijn nu alle verstrekkergegevens die u in Dentamine kan aanpassen. Het is een ietsje langere video geworden dan ik gedacht had te zijn, omdat ik hem in twee gesplitst heb. Ik hoop dat dit interessant is. Moesten er sowieso nog vragen zijn over de verstrekkerinstellingen, mag je die altijd stellen in het artikeltje op onze site of hier op YouTube in de commentaren. En ik hoop dat wij elkaar nog eens in een volgende video kunnen terugzien. Alvast bedankt voor de aandacht en tot de volgende keer. Dag.